De tweede Green Awareness Beurs in Hotel Torarica heeft volgens Elena Chenashoy, Chief Service Officer, een speciaal educatief karakter. Het voornaamste doel van het driedaags evenement is om bewustwording te creëren onder het personeel, de gasten en de bezoekers van de Torarica Groep. Chenashoy stelt dat de bewustwording vooral voor kinderen van belang is. Deze beurs is ook, heeft een tweeledig karakter. Het eerste is om de jongeren, de scholieren, te leren hoe dit allemaal mogelijk is. We leren ze hoe afval te scheiden. We leren hoe je, simpelweg dat ik daar net heb gekeken, daar heb gezien, hoe het is, hoe een airco-zuinig systeem werkt. Dus dit zijn zaken die we op een simpele manier willen leren aan de jongeren. Torarica Groep wil middels de beurs meer partners werven, zodat de bewustwording over groen, oftewel een duurzame levensstijl, beter op gang komt. Partners met wie we zaken kunnen doen. Meer partners die dezelfde gedachtegang hebben als wij. Dus dat is eigenlijk de key van deze beurs. En we doen het de tweede keer. Een mooi ding ook hier, wat ik hier heb, is onze oude uniformen. Natuurlijk, oude uniformen van Torarica. Die we hebben gerecycled naar tassen, die we straks allemaal gaan geven aan de scholieren. Dus we gooien ze niet weg. Het wordt een mooie tas met een label natuurlijk. Milieuvriendelijk, het is een oude logo, maar dat maakt niet uit. Het is nog steeds Torarica. Dus dit is een simpel voorbeeld van ons recyclingsproces. De expo duurt tot en met komende zaterdag en eindigt de viering van Earth Hour van WWF Guyana's. Tijdens de expo-dagen krijgen collega-bedrijven de gelegenheid om hun producten en diensten die bijdragen aan een gezonde en duurzame werk- en leefomgeving het liefst op een interactieve manier tentoon te stellen.